Dankjewel. Welkom allemaal. Ik vind het leuk om te zien dat een heel aantal mensen ook een vorige sessie aanwezig waren. Of dat ik ze in andere hoedanigheid al een keertje virtueel heb mogen ontmoeten. Wij gaan vandaag wat meer praten over de online campagne. De meeste van jullie weten waarschijnlijk wel dat we een toolkit hebben ontwikkeld en dat we aanvullend daaraan het landelijke campagne gaan organiseren. Wij zetten daar elke keer kleine stapjes, maar wel hele nuttige stapjes. En de vorige keer bij de inspiratiedag hebben wij ingezoomd op van welke boodschappen zouden jullie nou hebben? Wat zou jij willen vertellen aan jouw eigen doelgroepen? En wie zijn dan die doelgroepen en hoe kun je ze online bereiken? Die vragen hebben wij in meerdere sessies gesteld. Dat heeft geleid tot waar we nu staan. We gaan vandaag, ondanks dat we dat wel hebben aangekondigd, we gaan niet inzoomen op de specifieke boodschappen, want zover zijn we nog niet dat we dat helemaal passend hebben kunnen maken. Maar we gaan wel bespreken hoe wij denken dat we de campagne het beste kunnen uit gaan zenden en hoe jullie je rol daarbij kunnen pakken. Merlijn is de communicatieadviseur van Osage. Osage moet ik zeggen, Merlijn. Hè? Ja, samen met Merlijn hebben we alle puzzelstukjes verzameld en zijn we de puzzel gaan leggen. Ik zal het praatje doen. Merlijn die vult aan als het nodig is. En als jullie tussendoor vragen hebben, dan breek gewoon even in. We kunnen dan of ter plekke antwoord geven of we wachten eventjes tot het praatje voorbij is. Het doel van deze sessie is wel dat we jullie optimaal informeren voor zover dat nu al gaat. En dat we heel erg veel tijd voor jullie willen inruimen om jullie vragen te stellen. Want juist nu de vragen stellen helpt ons weer om de campagne een strakke vorm te geven. En te voorkomen dat we straks op dode punten terechtkomen waar we geen oplossing voor hebben. Oké, dat gezegd hebbende. De aanpak, stand van zaken. We gaan jullie ook vragen naar een mening over payoff. Daar komen we straks op. We gaan eventueel, als jullie dat willen, een wandeling doen door de toolkit. Zoals gezegd, veel ruimte voor vragen. De campagne die gaat online plaatsvinden. We hebben de toolkit ontwikkeld. Daar staan alle middelen in, of allerlei middelen in, die jullie passend kunnen maken voor jullie eigen doelgroepen. En op allerlei momenten en manieren kunnen inzetten. Aanvullend daaraan gaan we online doelgroepen specifiek targeten met informatie die voor hun belangrijk is. Grof gezegd, de online campagne bestaat uit drie delen. Dat is het algemene centrale, het landelijke deel, wat we sowieso voor alle inwoners gaan uitzenden. Dat zal gebeuren vanuit BZK met aan de slag. Dat is het centrale adres. We hebben contacten met het bedrijfsleven. Die hebben allerlei bedrijfskoepels en brancheorganisaties die informatie op maat nodig hebben. Dus daar hebben we een kanaal voor. En we hebben specifiek lokaal, dat is dan meer voor de gemeentes, de provincies, omgevingsdiensten. Die dan informatie op maat kunnen maken. Wij zetten wel de boodschappen klaar, maar jullie kunnen daar zelf in knutselen zoals je het hebben wil. Hoe gaan we dat dan doen? We hebben bedacht, we gaan banners maken. Daar komen de boodschappen op. Die sluit af met een call to action. Dus het is de bedoeling dat je gaat klikken. En dan word je verwezen naar bijvoorbeeld alles over omgevingsweb.nl. Dat is een landingspagina. Daar zie je wat uitgebreider de informatie die we met het publiek willen delen. En aan het eind, daar doen we een oproep van kijk voor meer informatie. Informeer bij je eigen gemeente hoe het zit. Of ga naar het IPLO als je exact antwoord wil hebben op je vragen. Dit is de manier waarop we de campagne willen gaan voeren. Dat zal dan bijvoorbeeld voor het landelijke verhaal zo eruit kunnen zien. Nederland is klein, iedereen wil wonen, werken, leven in een prettige omgeving. Dat is een banner die dan uit drie delen bestaat. Het eerste deel zie je. Het tweede deel is de nieuwe omgevingswet helpt keuzes te maken. En de derde is de oproep, die call to action van klik. In dit geval staat alles over omgevingswet.nl. En dan kom je op de landingspagina.
van dit soort banners, daar gaan we dus heel veel van maken. De boodschappen die we hebben opgehaald in andere sessies, die gaan we verwerken in dit soort visuele uitingen. Dan zou je kunnen voorstellen, als je bijvoorbeeld naar nu.nl gaat, dit is een willekeurig kanaal, hè, dat moet ik er even bij zeggen. Dan zou je bijvoorbeeld boven in beeld kunnen zien of links in beeld het begin van de banner. En dat is dan een banner die in 3 blokjes verschijnt. Dus dat beweegt. Dat trekt de aandacht. Nou, zo proberen we dat op diverse kanalen te doen. Waardoor mensen toch getriggerd worden om te klikken en vervolgens te zien wat wij ze willen vertellen. Voor het lokale verhaal willen we iets meer inzoomen op ook de lokale informatie. Dus meer de mensen in beeld, meer fotografie met eigen omgeving in beeld. En de boodschappen die hierop staan, zoals gezegd, die gaan wij wel voorbereiden. Maar jullie hebben alle ruimte om je eigen logo daar wel of niet in te zetten. Om woordgebruik aan te passen. Misschien dat je een andere euro wil gebruiken. Dat kan allemaal. We gaan zorgen dat het klaar staat. Maar dan voor jullie om nog daar iets in te kunnen aanpassen. Het zakelijke verhaal voor het bedrijfsleven. Dat zal ook in de stijl zijn van het lokale, van de landelijke campagne, deze. Maar dan wat meer tekst, wel in dezelfde stijl, maar iets strakker. Nou, zoals gezegd, wij werken nu aan de juiste formulering van de boodschappen. Dat is best wel een secuur werkje. Je merkt dat we zijn met z'n allen, dan bedoel ik bij aan de slag, maar ook de provincies, Rijk, Omgevingsdiensten en alle andere organisaties. We zijn het zeg maar 80% eens over... welke onderwerpen zijn het meest relevant voor de publieksgroepen? En je ziet gewoon dat op het moment dat je dingen op papier gaat zetten, dat een gemeente daar net iets anders over denkt dan bijvoorbeeld een provincie of een omgevingsdienst. Dus we werken nu op de achtergrond aan hoe gaan we het nou exact in beeld brengen? Dus op woordniveau. Daarom laat ik ze nu ook nog niet zien. Waar we het wel over eens zijn met z'n allen, is de puzzelstukjes van de vorige sessie onder andere. Van welke onderwerpen wil je aan de orde stellen? Nou, deze onderwerpen, dat is toch participatie, is over vergunningen, het omgevingsloket en het IPLO. Dat zijn echt wel de onderwerpen die voor alle publieksgroepen relevant gaan zijn. Dus daar gaan we ook echt specifiek de boodschappen voor maken. We maken voor het bedrijfsleven, nou heb ik even niet gezien of er bedrijfsleven in de deelnemers zitten. Ik ga toch eventjes zeggen, voor het bedrijfsleven, zij kunnen deels meeliften op het landelijke verhaal, maar we gaan ook voor het bedrijfsleven wat specifiekere informatie verspreiden. We maken daar een zijstap, bijvoorbeeld door advertorials in vakbladen. Dus wat uitgebreider dan alleen de banner en de landingspagina. Hoe gaan we verder? Nou, boodschappen formuleren, afstemmen, daar zijn we dus nu mee bezig. En dat kan te alle tijden nog veranderen. Dat is een doorlopend proces. Het mediabureau gaan we inschakelen om de media in te kopen en om te kijken welke kanalen kunnen we nou exact gaan inzetten. Bij elke boodschap hoort meestal ook een middel. Dat kan zijn een infographic of een animatie of een foto of wat dan ook. Wat er is, dat moeten we passend maken. En wat er niet is, gaan we in gang zetten. We zetten dat allemaal klaar in de toolkit. En dat is voor jullie wel heel relevant. Alle boodschappen die we lokaal willen voorstellen, die gaan we voor jullie klaarzetten in de toolkit. Met daarbij de weekplanning zoals we dat gaan doen. En een handleiding hoe je dat zelf dan het best kunt vormgeven en kunt gebruiken. Wij zetten dat zo snel mogelijk, maar uiterlijk in januari klaar. Zodat jullie van januari tot, april, 3 maanden voor inwerkingtreding, dat jullie nog gelegenheid hebben om de boodschappen die wij voorstellen, om die passend te maken voor jouw eigen situatie. Er staat er nog bekendmaken werkwijze bij diverse partijen. Nou, jullie zijn onderdeel van dit kopje. We doen dat dus nu, maar ook doorlopend. Ik heb diverse netwerkbijeenkomsten.
Het Logaion hebben we als adres om dingen te peilen. Er zijn ontzettend veel werkgroepjes bezig. Netwerken in Friesland, in Groningen, in Zeeland. Regelmatig krijg ik de vraag van, zou je ons willen informeren, om bij te praten over de laatste stand van zaken? Bij al die gremia ga ik langs en ga ik dit ook aankaarten, voor zover we op dat moment zijn. Nou, vooralsnog is nog steeds de planning. We gaan online 3 maanden voor inwerking treding. En dan komen we bij de payoff. We hadden in de aankondiging gezet dat we boodschappen gingen klaarzetten die we met jullie wilden toetsen. Zover zijn we dus nog niet. Maar wat we wel graag willen peilen bij jullie, is hoe jullie nou denken over hoe we zo'n payoff kunnen gebruiken. De payoff is eigenlijk het derde plaatje in de banners die we gaan gebruiken. Mag ik de beurt geven aan Max? Ja, zeker. En daarvoor moet ik even over jouw scherm delen heen. Moet ik even stoppen met delen misschien? Ja, dat is, volgens mij kan ik dat. Ja, zo hebben jullie Mentimeter in beeld, hè? Ja, we hebben een Mentimeter klaargezet met een vraag over de payoff. En op die Mentimeter, daar kun je op 2 manieren aan meedoen. De ene manier is om naar www.menti.com te gaan op een telefoon of op een browser op je computer. En dan de code in te voeren 7454-0080. De andere manier is om op het knopje chat te klikken onder in beeld. Daar staat een linkje in. En als je op dat linkje klikt, ga je meteen naar de Mentimeter en zie je daar ook de vragen. Lukt het nou niet om erin te komen? Laat het dan even weten, dan probeer ik je te helpen. Ik herhaal even 2 manieren om erin te komen. De ene manier is om in de chat te kijken en in de chat op de link te klikken. Je komt in de chat door op dat gesprekswolkje te klikken in Zoom. En de andere manier is om naar www.menti.com te gaan en daar de code 7454-0080 in te voeren. En daar staat een eerste vraag voor je klaar. Wat zou volgens jou de titel en de payoff moeten zijn? We hebben optie A, waarbij de omgevingswet de titel is. En een voorbeeld payoff, ruimte voor wonen, werken, leven. Optie B is omgedraaid, waarbij het is ruimte voor wonen, werken, leven. En dan de omgevingswet als payoff staat. Ik heb inmiddels 8 reacties, dat is ongeveer de helft. Ik wacht nog even tot iedereen gereageerd heeft. Ja. We gaan even kijken naar de resultaten. Van de 16 stemmers tot nu toe hebben er 11 gekozen voor optie B, dat de omgevingswet als payoff moet gelden. Nou, dank. Ik ga eerst even door voordat we even gaan terugblikken op deze resultaten met Esther en Marlijn. Even kijken. We hebben gekozen voor de omgevingswet als payoff en daar hebben we 5 voorbeelden klaargezet die we zouden kunnen gebruiken. En bij deze optie kunt u volgens mij 100 punten verdelen over de verschillende opties die u in beeld ziet. Dus u heeft 100 punten te verdelen over 5 opties. U kunt ze alle 5 20 punten geven. U kunt er ook eentje 90 punten geven en de andere een paar. Dus het is aan u om in te schatten of te bepalen welke van deze titels en payoffs u het beste vindt passen bij de omgevingswet. Ja, dan gaat het vooral om welke payoff in jullie perceptie het best samenvat wat de omgevingswet voor publiek is. Kijk, en daar kunnen we natuurlijk niet 8 pagina's aan besteden, maar daar hebben we 1 zinnetje voor. Heel goed. Wat is de kern? Lukt het de mensen om te stemmen? Ik zie nog geen resultaten binnenkomen. Het duurt ook even. Deze is wat lastiger. Ja, daar zijn de eerste 3. Er zijn er 5 binnen, 6. Negen. Volgens mij hebben we er nog 7 te gaan van de stemmers die we net hadden. Ja.
Nou, Esther en Merlijn, als jullie dit dan zo zien, voldoet het een beetje aan jullie verwachting? Of hadden jullie een andere verwacht die beter de lading zou dekken? Wil jij eerst, Merlijn? Nou, ik vind het sowieso heel leuk om te zien waar dan de voorkeur naar uitgaat. Kijk, dit waren allemaal varianten die allemaal goed mogelijk kunnen zijn. Dus ik vind het vooral heel duidelijk om te zien waar jullie voorkeur naar uitgaat. Het is gewoon mooi om mee te nemen. Ja. Nou, wat mij opvalt, ik ben blij met nummer 1, dat ten eerste. Nummer 2 vind ik heel opvallend. In de diverse chemia die ik straks heb genoemd, hebben we hier ook wel eens over gesproken. En een van de opmerkingen was van ja, dat is allemaal leuk, die omgevingswet. En we zeggen wel minder regels en meer mogelijkheden, maar er zijn ook gemeentes die meer regels hebben in plaats van minder. Dus om nou te verkondigen, we gaan minder regels doen en meer mogelijkheden, dat zou betekenen dat we met z'n allen gaan jokken. Dus daar kreeg ik wel wat weerstand op. Dus ik vind het... Het was eigenlijk ooit mijn eerste optie, volgens mij. Van, ja, ja. Hier gaat het in de kern wellicht over voor het publiek. Ja, ja. En dat is ook, als je op de websites kijkt bij Aan de Slag, maar ook op andere. Hè, een van de doelstellingen is dat er minder regels komen. En ja, de tweede valt in Leiden heel slecht. Ja, ik herken het wel, Mirjam. Want bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, die heeft meer regels. En dat is niet per definitie verkeerd, hè? Want soms moet je gewoon dingen wat beter vastleggen om duidelijkheid te scheppen. En dan telt de hoeveelheid regels niet per se. Maar ja, je ziet dus wel dat een doelstelling van de omgevingswet eigenlijk in de praktijk toch anders kan uitwerken, terwijl je het wel nastreeft. Dus optie 2 gaat het niet worden. Dat kan ik sowieso zeggen. Maar ja, de andere zouden prima kunnen. Ik vind het wel leuk om te zien dat nummertje 1 wel duidelijk erbovenuit schiet. Nummer 3 volgt ook op de voet. Hè. Het is volgens mij maar 1 stemverschil tussen nummer 2 en nummer 3. Ruimte delen doe je samen. Ja, ja. Ik ga het scherm delen stoppen. Daar komen Esther en Merlijn weer groot in beeld. Ik ga... oh ja, mijn scherm wordt nu niet meer gedeeld, hè? Nee. Nee, ik zie in de chat een aantal opmerkingen van is het niet ambtelijk en dit valt niet goed. Maar zijn er mensen die eigenlijk geen enkele van deze payoff zouden gebruiken? Hebben jullie een andere suggestie? En daarvoor, dames en heren, we zijn met een kleine groep. Zet gewoon je microfoon aan en reageer even direct naar Esther. Omdat we zo'n kleine groep zijn, werkt het makkelijker dan via de chat. Dus als je wil reageren, zeg het dan in de microfoon. Wel nadat je jezelf van mute afgehaald hebt. In taal nog een stap zetten. Ja, uiteraard. Dat moeten we zeker doen. Ja, ja, ik wil even reageren. Ik had inderdaad uit mijn hoofd inderdaad gewoon ruimte voor wonen, werken, leven. En dat heb ik gekozen omdat het gewoon heel feitelijk, heel... Weet je, daar kan je dus wel alle kanten mee op. En als je alweer leefomgeving doe je samen. Ja, wat bedoel je dan met samen? En het woord leefomgeving kan ik me ook wel invinden. Van dat gebruiken we natuurlijk bij de gemeente of bij overheidsinstellingen heel veel. Maar ja. Ja, weet mijn buurvrouw nou echt wat ik bedoel als ik zeg leefomgeving? Dus, ja, mijn gevoel zegt, houd het gewoon heel helder, simpel, feitelijk. Ja. En het gaat om wonen, het gaat om ruimte, het gaat om... Nou, ja, dus... Dat is een beetje waarom ik voor die PD. Ik heb niet sowieso 1, 2, 3 en andere. Maar mijn advies zou wel zijn, hou het gewoon heel eenvoudig. Als je zegt leefomgeving, ik deel het helemaal hoor, dat best een gek term is voor gemiddeld Nederland, zeg maar. Ja, we hebben ook ooit een variant gehad, onze omgeving maken we samen. De omgevingswet. Ja. Daar is er wel expliciet leefomgeving van gemaakt. Maar als je het inderdaad hebt over direct duidelijk, ja, dan kan ik daar direct inkomen dat ik dat ook niet helemaal vind. Ja. Ik wil wel reageren. Hetty Laverman van de Landelijk AWN Archeologie, vrijwilligers, burgers dus. Ik denk dat het begrip leefomgeving vind ik op zich goed. Omdat het mensen dichtbij is van wat er om je heen gebeurt. Dus je wilt eigenlijk de betrokkenheid hebben van burgers weer veel meer. En ja, ik zou voor met name voor kwaliteit zoeken, omdat je probeert eigenlijk, mijn idee met de omgevingswet, de kwaliteit van beslissingen beter te maken. Zodat ook de uitvoering op een goede manier is en alle aspecten
aspecten ook goed meegewogen worden. En vanuit mijn optiek is dat met name gaat het over het brede erfgoed gebeuren, de identiteit van het gebied. Nou, hoe je dat nou sterker neer kan zetten, dichtbij halen. Hè? Want ik merk, hè, dit is een bijeenkomst voor met name overheden. En er wordt wel aandacht gegeven aan met name bedrijven, maar niet expliciet aan inwoners. Dat wordt opengelaten over, terwijl juist in de omgeving burgers en bedrijven gekoppeld zijn. Dus ik mis steeds een onderdeel van hoe je dat duidelijker maakt, hoe je met elkaar als gemeenschap in wezen een beleid maakt en leeft en uitvoert. Ja. Nou kan ik daar wel... Kijk, we hebben de campagne in 3 delen gesplitst, hè, wat ik zei. Eentje is landelijk, dat is voor inwoners. Ja. Bedrijfsleven en de lokale overheden die dan hun eigen shootje daar overheen kunnen, hun eigen sausje kunnen doen. Ja. Dat gebeurt wel, wel bewust, want de wet wordt in Den Haag gemaakt, hè? Ja, dat ik weet het. Ik ben goed op de hoogte. Ja, ja maar we proberen dat in samenspraak met de decentrale overheden te doen. Maar het zijn de decentrale overheden die op hun eigen accent de inwoners gaan informeren. Ja, want nou ja, om even bij jullie dicht in de buurt te blijven, als je het hebt over cultureel erfgoed, dan heb je bijvoorbeeld gemeentes die heel veel daarmee te maken hebben. Hè? Die heel veel panden in hun grondgebied hebben. Maar er zijn ook gemeentes die daar nauwelijks iets mee hebben. Ja, dus, het is nu alleen panden, het is landschap, het is onbovengrond. Ja. Het is immaterieel, tradities en dergelijke. Precies. Dat klopt. En dat weten lokale overheden veel beter dan wij in Den Haag, om het maar eventjes in hokjes te stoppen. Oké, maar jullie zouden beter de intentie van de wet dan naar voren moeten brengen voor burgers. Want de wet is een landelijk iets. Mag ik iets vragen? Ja. Ja, Sharon, ga je gang. Het doel van deze banners is om te prikkelen, wat ik zei net ook al in de chat. Het doel is toch dat we mensen willen verleiden om op die knop te klikken. Ja. Dan denk ik dat het misschien een beetje meer marketingachtig... weet je, dan gaat het niet zozeer om of het nou wel of niet het juiste woord is, maar meer om het dusdanig formuleren dat mensen er ook echt op gaan klikken. Ja. Ja, klopt. Ja, dat was even een hersenspinseltje. En het ging nu om het woord leefomgeving ook. Hè? Ik zag daar een aantal opmerkingen over van ook Irma en Hetty had daar ook een opmerking over. En hoe zie jij dat woord dan als je denkt vanuit de marketinggedachte om erop te klikken? Ja, voor mij is het een beetje te saai. Ja. Dus, oké, helder. Het prikkelt mij niet, in ieder geval. En heb je een alternatief wat zo bij jou naar boven popt, of je denkt, nou, dat zou me wel prikkelen met ongeveer dezelfde lading? Nou ja, ik was dus degene die over de minder regels die iets beter vond. Maar dat was ook puur omdat het, denk ik, mensen ook aanspreekt. Dat ze denken van, hey, er gaat daar wat gebeuren. Minder regels wordt iedereen blij van. Ja, nou ja, weet je, het hoeft dan niet per se die te zijn, maar wel zoiets. Ja, ja. En het prikkelde jou niet alleen, Sharon, want hij kwam als nummer 2 uit de poll. Ja, sorry, ik praatte door iemand heen. Max. Minder regels prikkelt ook. Het geeft ook, merk ik, langzamerhand overal irritaties. Want het is niet minder. Het zijn ander soort regels. Het is een cultuurverandering. Gedragsverandering. Ja, ik denk dat we niet moeten vergeten dat het inderdaad dan ook wel richting de burgers is. Kijk, wij weten dat er misschien wel meer regels komen. Maar wat ziet die burger daar nou straks precies van? Die burger, die bestaat niet. En die ambtenaar bestaat ook niet. Nee, nou ja. Dat is de crux, Sharon, om wel hiermee in de publiekscampagne het publiek te prikkelen en te informeren en te kijken of ze daarop klikken. Terwijl aan de andere kant moeten ook alle nuances meespelen waar het over gaat. Maar voor het publiek, die hoeft niet het hele verhaal te weten. Die hoeft alleen te weten, wanneer is er voor mij iets anders? Wanneer moet ik iets anders doen? En wat doe ik dan? Bij wie moet ik dan zijn? Ja. Ja. Het publiek wordt eigenlijk geprikkeld om vooraan het proces mee te doen. En niet pas op het moment definitieve concepten er liggen. Want daardoor krijg je vaak een hele negatieve reacties, roep je op. In een proces van... Maar dan,
Dat is het onderdeeltje participatie, hè? Ja. Dus daar komen een aantal boodschappen voor. Ja. Maar de omgevingswet is meer dan participatie. Want voor de mensen die bijvoorbeeld vergunningen aanvragen. Als jij geen vergunning aanvraagt, heb je in feite niet zo heel erg veel, buiten participatie onderdeeltje. Daar heb je niet zo heel veel met de omgevingswet te maken. Maar op het moment dat jij iets wil in je, aan je huis of in je buurt, dan heb je wel met de omgevingswet te maken. Maar dat is natuurlijk maar een hele kleine groep mensen. Als je kijkt naar 15 miljoen Nederlanders, of hoeveel zijn het er, dan is er maar een klein percentage wat direct met de wet te maken krijgt. Dus dat is een lastige opgave. Nou, dat weet ik niet. Op het moment dat er ergens een flatgebouw in een natuurgebied komt, als voorbeeld, heeft de hele buurt ermee te maken. Ja. En dat is de vraag van, wordt dat, hoe duidelijk, hoe manage je de, hoe duidelijk zijn, weten burgers wat je kunt verwachten, wat er wel of niet gericht is, of waarop je zelf moet aanslaan. Ja. Ja, dus dat zou je eigenlijk ook een taak van de gemeente zelf, hè, om daar over te informeren. Want het kan absoluut zijn dat een burger daar pas een jaar na afloop van deze campagne een keer mee te maken krijgt. Ofwel 2 jaar na de campagne met de vergunning te maken krijgt. Alleen het moet nu wel duidelijk zijn, het loopt mogelijk anders. Of er kan mogelijk meer. Ja, wees bewust dat de regels zijn veranderd, de manier van werken. Ja, precies. Zorg dat het je niet overvalt, zeg maar. Ja, ja. Exact. Maar ik zou het gewoon simpel houden. Nog even een laatste. Ik zou gewoon iets doen zoals van bouwen en verbouwen gaat straks anders. Of weet je, ja, niet ingewikkeld. Ja, ja, ondertussen ook wat dingen binnenkomen. We hebben een hele lijst boodschappen. Die zie je ook op banner 1, banner 2. Dat is gewoon zo'n soort slideshow. En waar we nu op gestemd hebben, dat is eigenlijk met afzenderschap. Hè? Het gaat over de omgevingswet en in de kern gaat het hierom. Maar we hebben allerlei boodschappen van, voorbeelden zoals jij net noemt. En dat zijn ook de eerste slides die je te zien krijgt. Maar ik zie ondertussen wat dingen komen in de chat. Bea vraagt naar de toolkit. Bea, daar komen we straks nog even op terug. Dus even geduld nog. En ik zie een brief van Elze. Elze zegt, publiek weet het nou ook niet altijd. Waarom zou je nou op die titel klikken? Elze, kun je eens toelichten wat je daarmee bedoelt? Je microfoon staat nog op mute. Ik kan misschien wel op... Nu krijg je een vraag of je... Ja. Mijn Zoom reageert even niet meer. Dat is eigenlijk net ook voorbij gekomen. Hè? Als ik mijn dakkapel wil aanvragen of mijn boom moet weghalen of de straat gaat op de schop. Dus leuk dat ik nu straks als ik de Telegraaf open allemaal dit soort titels zie. Maar is het dan ook de bedoeling dat ik erop ga klikken? Als je wil dat ik erop klik, dan moet je de boodschap echt gaan veranderen. Ja, vooropgesteld, dit is een... Ja, de wonen, werken, leefomgeving, of zoiets. Ja, daar zit geen actie in. Dus het is niet klik hier gratis, koop nu. Dus is het... Doel 1 van de campagne is puur informeren. Doel 2... kijk, het is geen marketingcampagne. Hè? Doel 1 is informeren. Mogelijk verandert er iets als u... dat of dat of dat. Dat zit in de eerste 2 slides, hè, de inhoud. Ja, wie meer wil weten, die kan erop klikken. Maar er wordt niks verkocht. En het is geen prijsvraag. Nee, maar precies dan doet niemand het en zaait het alleen verwarring. Dat heb ik meegemaakt bij de uitvoering van 10-10-10. De wisseling op de Nederlandse Antillen. Waar enorm gecommuniceerd is, er verandert niks. En volgens staat iedereen aan de balie, want wat is er veranderd? Want ik heb een bericht gehad, ja, er stond in, er verandert niks. Maar dat begrijp ik niet. Zodra je gaat zeggen, hè, dus als je niet communiceert, zeg je ja, maar hallo, alles is veranderd. En dan zeg je, er verandert niks. En dan is er verwarring. Dus ik ben ook op zoek naar waarom je überhaupt boven een Telegraafartikel daar banners voor zou doen. Voor wie is die boodschap dan? Hi, er verandert iets bij uw gemeente waarmee je ooit een keer te maken zou kunnen krijgen. Ja. Ja, ja, dan komen we ook een beetje op nut en noodzaak van deze grote campagne. En daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. De hele wet is met participatie gemaakt. We hebben met z'n allen bedacht dat bijvoorbeeld een Postbus 51 campagne niet geschikt is voor de omgevingswet. Dat past niet. We hebben niet 1 boodschap, we hebben er wel 100 als we even losgaan. Maar soms moet je ook gewoon doen wat een Kamer wil. En de Eerste en Tweede Kamer maken zich zorgen dat niet elke inwoner weet straks hoe een en ander gaat verlopen.
Deels kan ik, dat snap ik. Hè? Als je heel realistisch gaat kijken, wat ik net zei, er is eigenlijk maar een klein percentage van de Nederlanders die er echt actief mee te maken krijgt. Desalniettemin is het wel noodzakelijk dat we mensen laten weten dat er wel toch wel iets verandert, al is het in participatie. Maar dan is de vraag dus, weten mensen waar ze heen moeten? En jullie zeiden net, ze moeten naar de gemeente. Dus bij de vraag wil je hebben staan, wil je iets met je gemeente, met je leven, met je omgeving of met ruimte van werken? Ga naar de gemeente. Er hoeft geen wet bij, er hoeft geen andere titel bij. Wilt u iets op dat gebied, ga naar uw gemeente. Dat is een heel gevoelig punt. Ja. Want elke gemeente heeft de nodige vrijheid hoe zij met de wet willen omgaan. Zij moeten doen wat de wet zegt. Hè? Maar laten we participatie als voorbeeld nemen. Daarvan weet iedereen, het is niet in een blauwdruk vastgelegd hoe je nou precies participatie moet vormgeven. Precies, dat mogen... het is vorm- en inhoudsvrij. Precies. En dat maakt... Dat mag ik heel... Eerst naar de gemeente. Nee, ik wil even duiden waarom dit niet kan. Gemeenten hebben dus veel beleidsvrijheid. En als wij vanuit het Rijk gaan zeggen... ga naar je gemeente om te kijken hoe het zit met participatie... dan gaan veel gemeenten in de stijgers. Want, zeggen ze, wij bepalen zelf hoe wij onze inwoners gaan informeren... en hoe wij participatie aanpakken. En wij willen niet dat dat vanuit het Rijk wordt gedirigeerd. En dat is een hele reële wens. Ja, maar er staat ook niet boven de Telegraaf... als u wilt participeren, ga naar uw gemeente. Als u vragen heeft, ga naar uw gemeente. En dan kan de gemeente bij elke communicatie opzetten... over participatie die ze willen. Ja, we hebben uiteindelijk, omdat de wensen zo verschilden... Hè, het eerst hadden we zo getarget dat als jij in de gemeente Veenendaal woonde... en je klikt op die banner, dan ging je direct naar de gemeente Veenendaal. Want dat kun je zo specifiek targeten. Maar in eerdere sessies was dat toch niet helemaal de wens. Dus daardoor hebben we die tussenpagina gemaakt met je gaat allemaal naar een landingspage. Die landingspage biedt ook meer ruimte om in hele duidelijke taal kort uit te leggen... wat nou die kern is van die wet... en wat de bedoeling is van participatie... en hoe het mogelijk anders kan zijn met vergunningen. En daar zit dan een appel dat je naar je eigen gemeente kunt gaan. Dus daarmee hebben we een soort tussenstap gemaakt. En voor de gemeente dan, via de lokale toolkit... de ene gemeente wilde dat ze naar de homepage gaan... de andere wilde dat ze naar het omgevingsloket gaan... de ander heeft er nog een andere plek voor. Dat kun je zelf dan customizen en invullen. En er komt ook bij, als wij centraal gaan uitzenden, gaan naar je gemeente, dan zeggen provincies en waterschappen en misschien wel omgevingsdiensten van ja, maar de gemeente is niet het goede adres, ze moeten naar ons. En dus dat kunnen we niet centraal regelen. En vandaar ook dat we hebben gekozen voor dat lokale stuk, zodat we zetten het wel klaar, maar... ieder kan dat invullen zoals het wil. Als een gemeente zelf wil worden bezocht door een inwoner... dan vul je gewoon je eigen gemeentelogo en je URL in. Maar heb je liever dat ze naar het omgevingsloket gaan... dan kan dat ook. Dat kun je dus straks zelf invullen. Ja, maar landelijk kun je toch heel goed uitleggen... dat participatie vorm en inhoudsvrij is... en dat je daarin ook, kom je ook meteen op betrokkenheid bij de politiek. Ja. Bij de raadsleden. Nou, dat onderdeel zou je landelijk veel duidelijker kunnen omschrijven van wat de rol is. Want dat was de intentie ook, dat meer betrokkenheid en meer draagvlak vooraan. Ja. Ook om die reden hebben we een landingspage ingericht, omdat je dat natuurlijk niet in een banner in 8 woorden kunt vertellen. Ja. Nee, dat begrijp ik. Je wil wel wat context geven in duidelijke taal. Ja. En waar ook een verschil in zit... is die driedeling, het landelijke deel, het bedrijfsleven deel en het lokale deel. Want de strekking, het gaat allemaal over participatie, maar het zullen 3 verschillende boodschappen zijn. Omdat we op landelijk niveau iets anders duidelijk willen maken dan dat je op lokaal niveau zou willen doen. Dus je moet als burger eigenlijk van alle 3 de dingen op de hoogte zijn om te weten hoe de samenhang is. Dat krijg je te zien op die landingspagina. Als je klikt, dan krijg je te zien hoe we het een en ander hebben bedoeld. Ja. Als het goed is. Ja, zo moet het gaan. Van omgevingsdiensten meegemaakt. En dan over burgers nadenken. Nou, dat komt dan wel eens een keer. Nee, dan zit je alweer in een oud patroon, zou ik zeggen. Ja. Nou, ik ben heel blij met die landingspagina. Oh, fijn, Mirjam. Ja, het lost wel heel veel dingen op. Nou, je ziet gewoon in Leiden, de gemeenteraad is nu flink aan het discussiëren over allerlei
producten bij ons. En ze willen niet naar de geest van de omgevingswet. Dat willen ze niet. Dus ze gaan alles dichtbouwen. Zij willen juist meer regels. Ze vinden in een drukke stad als Leiden moet alles nog strakker. Ja. Dus zij zijn tegen de omgevingswet, bleek afgelopen raadscommissie. Okay. Maar ja, dat is landelijk. Dus wij zijn heel blij dat we dus landelijk worden gesteund. Want wij moeten dus lokaal een boodschap vertellen die dus heel veel inwoners niet fijn vinden. Dus een hele grote lobbyclub van alle wijkverenigingen tegen de omgevingswet begonnen. Zij vinden namelijk dat het college meer macht zal geven. Dus zijn ze dus tegen de uitnodigingsplanologie. Dus ja, weet je, wat kunnen wij in Leiden nog gaan doen? We zullen moeten gaan vertellen dat het dus anders zal worden in die zin. Weet je, dat de rol van de raad en college misschien anders zal liggen. Maar alles hangt af wat die gemeenteraad gaat beslissen. Dus misschien, de invulling heel anders zal zijn dan ergens anders. Ja, jullie kunnen wel de P of meer regels, minder mogelijkheden anders gaan gebruiken. Ja. Dat is een goed idee. Ja. Nou ja, dit is wel grappig, hè? Want het gesprek gaat eigenlijk, hè, dat merk ik wel in meerdere sessies, van we zijn nu bezig met een campagne en daar komt alles samen. Het is 1 voor 12. Iedereen gaat nadenken, oh verhip, we moeten inderdaad ook nog communiceren. En elke keer gaat de discussie weer naar de kern van nut en noodzaak van die omgevingswet. En dat het voor iedereen anders uitpakt. En dat het dus best een hele lastige puzzel is om daar 1 campagne voor te verzinnen. Dus ik ben heel blij met jullie reacties. Want het maakt, hè, ik begon straks over, we hebben puzzelstukjes verzameld. Het legt ook accenten op welke puzzelstukjes belangrijker zijn. En ook, nou bijvoorbeeld Mirjam, jullie zijn altijd al heel actief betrokken bij de toolkit, maar ook bij de campagne. Dus ja, laat ook jouw invloed gelden en trek mij aan mijn mouw als jij denkt van hey, dit moet echt anders of dit accent willen we verleggen. En als jij tips en tricks hebt, want er zullen meer gemeentes zijn zoals Leiden, die in de kern niet zo blij zijn met de omgevingswet als geheel en daar slechts enthousiast zijn op bepaalde onderdelen. Dus wij willen, de hele campagne is er voor jullie. Dus wij willen zo goed mogelijk bij jullie wensen aansluiten. Dus ja, wij hebben het idee om het DSO, als dat straks werkt, om daar vooral op in te zetten. Omdat dat in Leiden is een wantrouwen richting het college. Al heel lang, bij elk college. Dat heeft gewoon een hele lange geschiedenis. En zelfs onderzoeksbureaus, weet je, doen er niks aan. Participatie valt ook erg slecht, weet je, dus is heel lastig. Dus in het kader daarvan zou dat TSO heel erg goed zijn om de transparantie en dus het wantrouwen over allerlei stukken die zogenaamd dan geheim zouden zijn, om dat weg te kunnen nemen, die duidelijkheid, transparantie. Dus wij gaan waarschijnlijk meer inzetten op de TSO. Dus wij gaan waarschijnlijk... Het omgevingsloket, ja. Ja, maar dat is dus precies de reden waarom wij niet vanuit landelijk daar naartoe kunnen verwijzen, van ga naar je gemeente. Want wat ik ook eerst voorstellen met ga naar het omgevingsloket. Nou, dat wil ook niet elke gemeente. Dus landelijk mogen we eigenlijk niks verkeerd zeggen. Weet je, dat een beetje voor iedereen geldend is. Met de inwoners en ondernemers voorop. Hè, die moeten het kunnen begrijpen. Wat zien het voor mij? Eventueel ooit. Er is mogelijk iets anders dan nu. En gemeentes kunnen lokaal natuurlijk verwijzen naar DSO, het loket, een informatiepagina. En misschien soms wel een keer een webinar of een voorlichtingsavond. Je kunt het natuurlijk ook specifiek gebruiken rondom bepaalde events of zo. Daarmee komt er ook een vraag bij mij op, Marlijn. Is de banner en de payoff die erop staat voor iedereen gelijk? Of zijn gemeenten ook vrij om lokaal iets anders erop te zetten? Nou, we willen wel graag, en daardoor lijkt nu omdat we op die payoff gestemd hebben, alsof dat de boodschap is. Eigenlijk is dat meer gewoon de afzender en een korte duiding. Hè? Het gaat om de eerdere boodschappen. Kijk, voor de herkenbaarheid, of iemand het nou landelijk ziet, of lokaal, of iemand die landelijk ook een projectontwikkelaar is, je wil voor de herkenbaarheid overal wel die afzender en die payoff gelijk hebben. Ja. Dus okay. Als iedereen ook in de payoff denkt, ja, dan is er weinig eenheid nog maar. Ja, helder. We hebben het in eerdere sessies ook wel gehad over, hè, welke elementen zou je dan wel voor iedereen, voor elke campagne willen uitrollen. Hè, is dat alleen de stip, hè, de groene, oranje stip? Mag je daar de kleurtjes aan veranderen? Misschien een ander lettertype? Of ja, ergens moeten we wel een soort van herkenning realiseren, zodat voor elke inwoner, hè, een inwoner kan zowel in het bedrijfsleven
een banner tegenkomen als op nu.nl of een andere grote site, als bij de gemeente. En het is wel fijn als het dan herkenbaar is dat het wel uit één, dat het met één onderwerp te maken heeft. Ja. Ja, dus je kunt eigenlijk alles veranderen. De foto, de URL, zelfs de boodschap. Het logo natuurlijk, alleen niet de afzender. Of het onderwerp eigenlijk. Hè? En dat is dan dat stukje eenheid en verscheidenheid. Het stukje wat je dan herkent. Helder, dankjewel. En daarom zoeken we ook naar iets wat wel voor iedereen wel geldt. Hè? Van aan de ene kant wil je iets liefst zo scherp mogelijk duiden. Hè? Van die omgevingswet in de notendop. Heel duidelijk en crystal clear. Maar iedereen moet het wel kunnen gebruiken. Ja. En iedereen moet zich er ermee eens zijn. Bijna iedereen. Dankjewel. En intussen heb ik Bea van Zochel al 20 minuten laten wachten op het antwoord op haar vraag. Zij had in de chat de vraag gesteld wanneer de toolkit beschikbaar komt. Misschien is het nu tijd om daar even kort op in te gaan. Ja, nou, de toolkit is al beschikbaar op www.toolkitomgevingswet.nl. Misschien is het goed dat we daar toch even snel doorheen gaan. De toolkit, zal ik dat gewoon even met... Ja, even checken bij de deelnemers. Is de behoefte om even door die toolkit heen te gaan? Ik zie niemand nee schudden, dus dat is positief. Ja, pak hem er dan maar bij, zou ik zeggen, Esther. Even kijken. Ga ik even kijken of ik dat rechtstreeks kan doen vanaf hier. Oh, de techniek. Echt fantastisch. Dit is de toolkit. Nee, jij ziet hem alleen op je eigen scherm. Wat je even moet doen, Esther, is het scherm delen stoppen. En dan opnieuw het scherm delen. Je hebt namelijk nu alleen je pdfje gedeeld. En dus niet de website die tevoren. Dus als je nu opnieuw het scherm deelt en naar de toolkit klikt, dan heeft niemand doorgehad. Dank, Max. Dat er een momentje tussen zat. Te gek, dat is hij. Ja. De toolkit, zoals gezegd, die is al een tijdje beschikbaar vanaf 1 juli vorig jaar. Die hebben we gemaakt samen met een klankbordgroep. We hebben daar gekeken van wat kunnen we nou doen, wetende dat we eigenlijk niet zitten te wachten op een Postbus 51 campagne, omdat we zoveel te vertellen hebben, omdat die wet zo breed en complex is. Die klankbordgroep die heeft bedacht van nou, het is eigenlijk het beste als we basismiddelen klaar gaan zetten, die iedereen naar eigen believen kan aanpassen en gebruiken in de communicatie met hun achterbannen. Deze website die is gewoon open toegankelijk. Je hebt geen inlog of wachtwoord nodig. Alles is rechtenvrij te kopiëren, plakken, wat je maar wil. Als je kijkt naar de indeling, dan zal je al snel zien van hey, een willekeurige inwoner heeft hier niet zo heel erg veel te zoeken. Dat klopt, want we hebben hem eigenlijk voor jullie ingericht, omdat jullie gaan zorgen dat jullie inwoners en andere achterbannen geïnformeerd gaan worden. Er staan middelen in, de meest voor de hand liggende onderwerpen. Ik moet even jullie wegklikken, anders kan ik niet kiezen. Nou, je ziet participatie, omgevingsvisie, nou, iets over de omgevingstafel, het loket, noem het maar. Je kan selecteren op onderwerp, dan krijg je middelen te zien die over participatie gaan. Dat is een animatie. Dat is, oh kijk, Mirjam, de omgevingsvisie Leiden staat erbij. Een Q&A, wat moeten mensen weten? Inspirerende voorbeelden. Basisteksten, een participatiebeleid wat sommige gemeenten al hebben gemaakt. Je kan hier zelf in shoppen en kijken van wat wil ik nou met mijn inwoners delen? Kan ik het gebruiken één op één of heeft het een aanpassing nodig? Pak eruit wat je gebruiken kan. Kun je het niet gebruiken, laat het dan ook vooral gewoon zitten. Wat we hebben gedaan, een generator. Als je nou een keer een informatieavond hebt en je denkt verhip, ik had eigenlijk eventjes kort op een A4'tje iets moeten zeggen over participatie, dan zou je hier een postertje, een flyer kunnen maken of misschien op de socials iets kenbaar kunnen maken. Dat kan je hier ter plekke maken. Dat ziet er ongeveer zo uit. Bent u klaar voor de omgevingswet? Je kan dat gewoon aanpassen. Je kan je eigen foto erin zetten, eigen logo. Gewoon even snel een middel. Als je echt een folder wil maken of een brochure, dan moet je echt even met je eigen vormgever aan de gang. Maar dit is puur een snelle oplossing voor als je een keer binnen afzienbare tijd wat nodig hebt. Etalage, daar staan allerlei middelen in die andere gemeenten al hebben gemaakt en gebruikt.
kan je voordeel mee doen. Als je een keer, nou ja, van Leiden zag je het net. Als je een huis-in-huis pagina wil maken. Van ja, hoe kan ik dat nou doen? Haal je inspiratie hieruit. De beeldbank met foto's. Algemene foto's over onderwerpen uit de omgevingswet. Nou ja, dat gaat over agrarisch, over recreatie, over logistiek, over bouwen. Nou, noem het maar. Daar staat nu een watermerk in. Dat hebben we gedaan omdat we stuiten op administratieve beperkingen. Als je bij het Rijk foto's inkoopt, dan koop je automatisch de rechten af voor gebruik door overheidsorganisaties. Maar zoals net gezegd, zitten ook bijvoorbeeld bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in onze doelgroepen aanbod. Dus ze worden breder gebruikt dan alleen bij rijkspartijen of overheidspartijen. Als je deze foto's wil gebruiken, dan hoef je alleen maar eventjes de beheerder te contacten. Daar zit ik achter de knop. En ik heb wel de gewoonte dat ik binnen een dag of twee dat ik reageer en dat je de foto's gewoon kunt krijgen. Het kan zijn één foto, het hele setje. Je mag het gewoon even bij me opvragen. Als je nou een vraag hebt, serieuze vraag van ik vind dat we het anders moeten doen. Of hoe zit het nou met rechten en nou, ik wil iets specifieks weten. Vul dan het contactformulier in. Dan kom je terecht bij de aan de slag helpdesk of het informatiepunt. Dan wordt je vraag geregistreerd en uitgezet bij de mensen die daar iets zinnigs over kunnen zeggen. In een aantal gevallen zal ik dat zijn, maar het kan ook zijn dat een participatieadviseur of iemand die betrokken is bij het schrijven van de wet, dat die beter antwoord kan geven dan dat ik dat kan doen. Dan weet je zeker dat je geregistreerd wordt en antwoord krijgt. Esther, je zei zojuist dat mensen contact met jou op mogen nemen. Mag dat op jouw WZK-mailadres? Zeker. Zal ik mee willen denken als we meer banners hebben uitgewerkt. Dus goed als jullie ook bekend zijn bij ons. Ja. Ik wil heel even terug naar Bea. Het was echt een vogelvlucht, de toolkit. Maar heb je een indruk wat jij ermee kan doen straks? Ja hoor, ik heb er best een indruk verwacht. Ik moet ook even natuurlijk in beeld doen. Nou, het moet niet hoor, maar het is wel fijn. Hallo. Ja, het is wel aardig. Ja hoor, ik heb nu wel een indruk van wat ermee kan. Wat ik nog zoek is, maar ik weet niet of dat het bij jullie moet zijn. Er is een netwerkkaart van de VNG, waar het hele proces van inrichten van zaken rond de omgevingswet in kaart wordt gebracht. Dat willen we heel graag aan de muur gaan hangen, heel groot, in de projectkamer. Maar daar heb ik het EPS-bestand voor nodig. Kan dat ook via jullie of moet ik dan echt rechtstreeks? Kan je het beste bij de VNG opvragen. Toevallig, Bea, host ik om 1 uur een sessie met degene die de netwerkkaart heeft gecreëerd. Hij heet Alexander Hermans. Okay. Die sessie is van 1 tot 2. Ja. Daar kun je nog aan meedoen. Via de netwerkapp die we gebruiken voor deze sessies. En als dat niet past in de agenda, kan ik je wel even in contact brengen met Alexander, waar je die vraag kwijt kan. Ja, we hebben het via de VNG, maar die hebben dus eerst laten weten dat ze 5 dagen nodig hebben om dat te beantwoorden. En nu heb ik een nieuw bericht gekregen dat ze het nog niet weten. Dus ik weet niet wat er precies gaande is, maar we hebben hem wel dringend nodig. Ik zou zeggen, sluit om 1 uur aan bij de bedenker van de netwerkkaart. Die zal het antwoord geheid hebben. Oké, dankjewel. Aan de orde gehad wat wij met jullie wilden delen. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar welke vragen jullie hebben. Wat hebben jullie nog van ons nodig om verder te kunnen? Ik zie Erno. Ja, goedemiddag bijna. Ja. Mijn naam is Erno Schaaks. Ik maak deel uit van het programmateam Omgevingswet bij Defensie. Het is een beetje een vreemde eend in de bijt, maar ik vind deze sessies bijwonen toch heel nuttig. Ja. Omdat ik ook zie dat er voor ons nog heel veel niet duidelijk is, maar wij niet de enige zijn die aan het zoeken zijn hoe we het vorm moeten geven. Wat ik mij net afvroeg, ik onderhoud in het kader van projectparticipatie ook de contacten met onze interne communicatieafdeling. Ik zag net expliciet staan in de toolkit dat het voor decentrale communicatieadviseurs bedoeld is. Betekent dat wij hier geen gebruik van kunnen maken? Of zouden wij het ook kunnen gebruiken met onze eigen stokfoto's bijvoorbeeld? Je mag het allemaal gebruiken zoals jij het wil.
Er staat in de toolkit dat het bedoeld is voor communicatieadviseurs van decentrale overheden. Dat klopt. En dat is meer de discussie aan het begin van, wij kunnen vanuit het Rijk niet bepalen wat voor jullie belangrijk is. Dus wij kunnen wel dingen klaarzetten. Hè? Dus zeg maar de meest belangrijke onderwerpen met een boodschap die 80% zal kloppen met wat jullie ook willen verspreiden. Maar jullie zullen dat ook willen aanvullen met jullie eigen specifieke informatie. Klopt. Dus pik eruit wat je gebruiken kan of wil. En als ik je ergens bij kan helpen, dan kan je mij gewoon bellen of mailen. Om te kijken, misschien dat ik je ergens de weg kan wijzen. Of ik kan je laten zien wat er al is. Want er is natuurlijk meer dan alleen de toolkit. Maar wij hebben een selectie gemaakt voor het publiek. En niet zozeer voor ambtenaren en mensen die echt met de wet werken. Want daar hebben we aan de slag met de omgevingswet voor. Dus als ik je ergens mee kan helpen, dan kan je mij gewoon even contacten. Heel fijn. Dank je wel daarvoor. Kijk, en het is ook wel... Wat je nu ziet, omdat het 1-12 is, tot nog toe waren heel veel beleidsmedewerkers en inhoudsmensen betrokken bij de omgevingswet. En dan aan het eind van het traject is het, oh ja, we moeten nog communiceren. Het is even heel zwart-wit hoor, want er zijn ook partijen die al wel lang daarmee bezig zijn. Maar nu zie je dat aan het eind van de rit iedereen gaat vragen, oh ja, we gaan communiceren. Hoe gaan we dit doen dan? En hoe kunnen we dat precies vormgeven? En dus nu komen al die puzzelstukjes bij elkaar. Dus laat het echt weten als je hulp nodig hebt ergens mee. Nog